meeste mensen niet van me weten, is dat ik heel lang als kind niet praatte. Ik denk dat mijn werk daardoor zo is geworden dat ik een verhaal kan vertellen zonder daar heel veel woorden voor te gebruiken. Mijn naam is Bart Hes. Vanaf 24 juni tot en met 1 oktober is mijn expo te zien Future Bodies in het Stedelijk Museum in Den Bosch. In deze expo is 10 jaar van mijn werk te zien. Het is een combinatie van video, textielen, installaties. Sommige werken kun je aanraken, sommige films kan je letterlijk inlopen. Ik zou graag een twijfel bij mensen oproepen die mijn werk zien. Aan de ene kant heb je schoonheid en aan de andere kant een soort lelijkheid. Het is heel belangrijk dat je het werk ook lichamelijk en fysiek gaat beleven. Soms probeer ik een beetje me te verschuilen in het publiek. En dan merk ik die reactie van, is dit nou toegestaan om hier in het latex bed te gaan liggen? Nou ja, dat doen ze dan. En dan merk je toch een soort van opluchting of zo. Een soort van euforisch gevoel bij die mensen. Dat ze het sowieso hebben gedurfd, maar ook die materialiteit ervaren. Ik hoop dat het publiek een heel persoonlijk verhaal aan het werk kunnen koppelen. Ja, dit is een goed moment om een zwarte herswereld binnen te stappen.